was gelezen dat aasvliegen die kunnen over 40 kilometer afstand een lijk ruiken. Dus ja, die waren er in grote getalen op afgekomen, begreep ik. Dat heel positief gewerkt eigenlijk. Net zo goed als je in bossen natuurlijk ook niet al te veel moet opruimen. Hè? Maar dan moet je omgevallen bomen laten liggen voor torretjes en houteters en ga ze maar doen. Het Verlossum, kunt u mij horen? Ja, we hebben daar helemaal niet over gesproken. Dus ik, daar ga ik ook niks over zeggen. Niemand vond dat nou zo relevant op dit moment om nu eens even uitgebreid te gaan. Moet dat nou doorgaan of niet? En hoe dan? En nou ja, nee, dat merken we wel. Ja. Okay. Kijk, voorlopig staat het stil in die zin dat alles wat vorig jaar gemaakt is uitgezonden zal worden. En die ene die we klaar hadden voor dit jaar, Zierikzee, zal ook uitgezonden worden. Ja, en die moeten ze nog snel monteren dan. Ja, zeker. De montage moest meteen aan het werk. Publiek. Even kijken welke vraag er nog meer was. Er komen heel veel vragen binnen. We kunnen niet alle vragen... Ja, dus iedere keer een meneer die blijft het maar hebben over de postcode loterij. Omdat we het daar één keer over hebben gehad. En die blijft daar maar op terugkomen. Omdat hij het een verwerpelijke loterij vindt. En hij denkt dat jij dat ook vindt. En hij blijft daar maar over mailen van wat vindt Maarten dan? In zeer brede zin vind ik alle loterij flauwekul zonde van het geld. Ja. Dat ik zelf al jarenlang geld pomp in de staatsloterij heb ik ontzettende spijt van. Dat had ik nooit moeten doen. Ja, de kinderen vonden dat een leuk idee, dat je dan ineens een miljoen wint of zo. Ja. Want je helemaal niet, want je wint aan lopende band geld, hè. Allemaal 3,75, gefeliciteerd met uw prijs, dat soort van dingen. En ik vergeet het altijd af te zeggen. Maar het is zonde van het geld. Dames en heren, mocht u nog niet aan tal van loterijen deelnemen, doe het niet. Zet het geld op een apart rekeningetje en u zult zien, u wordt er rijker van dan van de lidmaatschap van die loterijen. Ja. Ja, de kritiek die er een beetje in zit is dat de postcode loterij voornamelijk kwalijk is, omdat je daar dus, stel dat jij niet meespeelt en je buurman wel, dan weet je dus wanneer je wel gewonnen zou hebben, maar niet meespeelt en wat daar de gevolgen van zijn. Ja, dat is een beetje je eigen schuld, lijkt mij. Moet je even bij de buurman gaan bellen, doet u mee aan de postcode loterij. Is het is ook die loterij waar je begroet bent, dan een briefje krijgt dat je 2 rookworsten hebt gewonnen die je bij de lokale winkelier kunt ophalen. Ja, dat hebben we toen even gehad, ja, inderdaad. Ja. Ja, we hebben meerdere rookworsten gewonnen die ik nooit op opgehaald. Ik weet niet wat er dan mee gebeurde. Maar, ja. Maar bij de staatsloterij is het gewoon een uniek neutraal lot. En als je niet meespeelt, weet je ook niet of je gewonnen hebt. Bij de postcode loterij weet je gewoon dat als er iets valt, dat die hele straat wint als ze meedoen. Ja, bij de staatsloterij, waar ik nu al sinds de kinderen klein waren, dus ja, ik denk 30 jaar. Ik moet er niet te veel over nadenken, want het is verspild geld geweest. Ja, ja. Ik heb nooit meer gewonnen dan 3,75 of 5,25 of dat soort bedragen. Ja. Overigens klopt het schijnbaar ook niet dat de loterijen niet vallen op plekken waar heel veel rijke mensen wonen. Het schijnt dat het ook in Wassenaar een keer gevallen is. Oh, is dat zo? Even kijken, wat hebben we hier dan nog? Oh ja, de howitzers die geleverd worden. Die lijken niet zo krachtig als ze zijn. En ook slimme granaten en vuurleiding zit er niet bij. Vindt Maarten dat verstandig? Nou, ik ben wel de laatste om dat te kunnen beoordelen. Ik zou zeggen, als je het aan de Oekraïners vraagt, dan denk ik toch dat zij... doe maar. Want die veel te veel geld verdient in een straat. Ja, er rijdt nu een hele dure auto voorbij. Wat was het eigenlijk? Een Porsche? Ja. Okay. Waar je trouwens niet lekker in zit, kan ik me voorstellen. Dit zit heel laag. Nee, dat is een van de grootste illusies natuurlijk. Dat je in een peperdure auto... Ik heb vaak genoeg gezegd, als je bereid bent om in een Porsche Carrera S... van hier naar de Riviera te rijden, dan ben je in feite psychopaat. Ik heb er geen andere woorden voor. Een auto hoort, kijk, dat is leuk voor een middagje. Lekker gas geven en zo. Over de boulevard toeren om indruk te maken. Op het andere geslacht, zal ik nou maar even zeggen. Maar een auto hoort gewoon rustig en comfortabel te zijn. Althans, dat vind ik tegenwoordig. Geen grommende uitlaten. Geen razendsnelle schakelbewegingen, kom op. Een auto is een vervoermiddel.
Ja, je ziet het bij Funda, hè? Die directeur van Funda, die heeft ook een keer zo'n ding gekocht. En daarna heeft hij het weer weggedaan, waarschijnlijk omdat hij het leuk vond om te hebben. Ja, ik heb daar wel eens een verhaal over gelezen van ook een jonge ondernemer voor zijn 30ste miljonair. Nou ja, zoals zoveel jongetjes is het niet waar. De jongensdroom is zo'n Porsche met zo'n krakende motor te bezitten. En daar had hij een jaar in gereden en toen was hij al gek geworden van het onbeschrijfelijke kabaal wat zo'n ding natuurlijk permanent maakt. Want dat is een van de hoofdfuncties van die auto's, dat hij al dat kabaal maakt. Want dat klinkt fijn. Lekker kabaal. Hè? Stel je voor dat de Formule 1, dat elektrische Formule 1 auto's zouden zijn. Ja, dat is niet zo fijn meer. Dan is dat snerpen en zo, dat is er allemaal af. Maar hij had er wel heel snel, had hij de school genoeg van het kabaal, dan had hij zo'n Peugeot Coupé gekocht. Een beschaafde oude herenauto. Ja. De Howitzers, zij hadden het over. Ja, de Howitzers, ik kan dat totaal niet beoordelen, maar zoals ik al begon te zeggen, voordat de Porsche voorbij kwam, is dat ik denk dat de Oekraïners er sowieso blij mee zijn, ook wanneer eventueel niet de passende vuurleidingen en granaten bijgeleverd worden. Die zullen ze dan misschien van de Amerikanen kunnen krijgen. Want ik weet niet wie de oorspronkelijke bouwers van de Howitzers zijn. Geen idee, weet ik ook niet. Nee, dat willen we van die meneer er wel even bij weten dan. Okay. Overigens moet je Porsche zeggen, hè? Heb ik van Bas van Werven geleerd. Oh ja? Ja. Oh. Ja, dit zijn allemaal van die dingen. Ik heb ook altijd in de knoop met New York en zo. Ik trek me daar niets van aan. Helemaal niets. Het interesseert me geen reet wat u van mijn uitspraak vindt. 0,0. U zelf spreekt ook geen Russisch, dus dat verspreekt u ook allemaal verkeerd uit. En Italiaans waarschijnlijk ook. U moet gewoon niet zeiken. Dat is allemaal in feite hetzelfde systeem, het Twitter-systeem. Het klein maken van degene waarmee je het niet eens bent. En mij kan het werkelijk niets schelen. Ja. Mijn uitspraak is de beste uitspraak ter wereld. Van alles, ook als ik het over aardappels heb. Nog eventjes een klein lichtpuntje misschien voor jou. Musk heeft de koop van Twitter even on hold gezet vanwege de nep-accounts. Hij wil weten hoeveel nep-accounts er bij Twitter zijn. Oh, is dat zo? Zijn er nep-accounts? Ja, het schijnen er nogal veel te zijn. En hij wil weten hoeveel er dat zijn. Want het zijn een soort van spook-accounts. Dus geen echte mensen zitten daarachter. Maar als er geen echte mensen zijn, wie zegt dan, wie maakt die teksten dan? Schijnbaar, zijn er machines? Ja, en dat wordt dan gemaakt door Russische trollenfabrieken. Dat zijn toch mensen, of niet? Ja, die maken dat, maar die verspreiden dan zeg maar heel veel accounts die eigenlijk via een computertje aangestuurd worden. Oh, dat verbaast me allemaal niks natuurlijk. Dat is, je weet wat ik denk van de sociale media. Dat is een van de grote culturele vergissingen van de afgelopen decennia. Laten we hopen dat ze allemaal zo snel mogelijk verdwijnen. Of aan regels worden gebonden. Godzijdank is de Europese Unie daar wel wat strakker in dan de Verenigde Staten. Maar het heeft ons niets dan ellende gebracht. Nee. Kijk, de foto's van je kleinkinderen kun je ook prima per e-mail versturen. Hij heeft trouwens wel gezegd, Musk, als hij het in handen heeft, dan wordt Trump weer toegelaten. Nou kijk, dat weten we dan ook alweer. Eén gek extra op Twitter. Ja, ik heb geen hoge dunk van een modale twitteraar. Er zijn ook hele leuke, prettige twitteraars. Ik heb er ook wel eens verteld, ik heb van Engelse historicus die ik wel interessant vond, heb ik een Twitter-account wel eens een tijdje gevolgd. Maar ja, tenslotte krijg je daar ook wel genoeg van, dan weet je het wel zo'n beetje. Ja. Even kijken, dan nog een vraag van Melanie. Die vraagt je, Maarten, ben je wel eens in de Russische Dacia geweest? Nee, ik ben nooit in Rusland geweest. Dus ook niet. Ja, het kan zijn dat er ook in Nederland een Dacia is, maar daar ben ik nooit geweest. Ja, net zoals onze vriend, hoe heet het ook alweer, die bekende VVD'er, die minister van Buitenlandse Zaken was geworden. Halbe Zijlstra. Halbe, onze Halbe. Ja. Ja, die was ook in de Dacia van Poetin geweest. Daar was hij haar fijn voorgelicht over de gruwelijke plannen van Poetin. Alleen was hij er nooit geweest. Nee. Hoe is het dan toch mogelijk dat een intelligent mens zulke lulkoek verspreidt, waarvan je zeker weet dat je vroeg of laat tegen de lamp loopt? Dat is toch raar, of niet? Ja. Ja, dat is kijk, dat hij gelogen heeft. Dat kan ik nog tot op zekere hoogte accepteren. Maar dat je zo'n stomme, achterlijke leugen vertelt. Dat begrijp ik echt niks van. Nee. Daar hoor je niks. Een goede reden om eruit te flikken. Wat doet hij eigenlijk nu? Geen idee. Ongetwijfeld heeft hij een hele fijne, passende functie waar hij goed betaald wordt.
Meestal gaan ze dan in dat politieke netwerkje roeren. Hè? En dan komt dan wel weer wat uit. Worden ze wel opgevangen als ze eruit gehaald worden, inderdaad. Ja. Ik maak me over Halbe Zijlstra helemaal geen zorgen. Nee. Ik denk dat hij bij hetzelfde bedrijfje werkt als Jacques de Vries. Oh, de spindokter, die hoorde ik van de week nog op de radio, ja. Ja, die heeft nu zo'n, dat klopt. Ja. Ja, dan nog een vraag over Zelensky, die het vergelijk heeft gemaakt in een toespraak met de Tweede Wereldoorlog. Toen streden we tegen het fascisme, zei hij, en ja, nu tegen het Russische kwaad. Je hebt eerder al gezegd, je vindt die vergelijking eigenlijk mank gaan, hè? Tussen... Nou, de Tweede Wereldoorlog, ja, moet je daarvan zeggen. Ik ga gemakkelijk akkoord met de suggestie dat het huidige Russische regime, dat fascistoïde trekken heeft. Ja, dat is ook een soort hypernationalisme, een gewelddadig hypernationalisme. Het zijn een verbazingwekkende leugenaars. Dus ja, mijn probleem is een beetje dat je niet overal dat etiket fascisme op moet plakken. Daarom zeg ik, het heeft wel fascistoïde trekken, maar het wekt alleen maar verwarring als je het fascisten noemt. Hmm. Fascisme is toch in hoge mate een historisch gebonden fenomeen. Hmm. Kijk, als die meneer wil weten of het huidige regime in Rusland deugt, ja of nee. Nee, dat deugt absoluut niet. Dat is een regime van dieven en moordenaars. Erg genoeg allemaal. Ja. Want het is ook een plaag voor de rest van de wereld, is nu gebleken. Ja. Hey, waarom heeft Poetin toen op een gegeven moment heeft hij even die andere kerel naar voren geschoven? Hè? En toen heeft hij een stapje terug gedaan. Dat kwam omdat hij constitutioneel kon hij niet langer president blijven. Dus toen is hij gestopt met het presidentschap en heeft met Medvedev eerste minister gemaakt. Die kon hij goed sturen. En toen toen Medvedev een tijdje minister-president was, toen kon Poetin het presidentschap weer oppakken. Of hij daarvoor nog even de constitutie heeft veranderd, dat weet ik niet precies. Maar nu heeft hij ondertussen de constitutie zo veranderd dat dit soort van poppenkast niet langer noodzakelijk is. En dat hij eigenlijk min of meer tot de dood erop volgen kan blijven zitten. Ja, je vraagt je af waarom hij dat toen niet al gedaan heeft. Hè, dit is toch een land wat zich nergens wat van aantrekt. Ja, omdat hij denkt toen toch nog, die democratie was natuurlijk nog niet helemaal uitgekleed. Die democratie natuurlijk in Rusland is stap voor stap afgebroken. Al begreep ik ook onder andere van Sarotte, geloof ik, dat hij eigenlijk vanaf het allereerste begin, als hij er zit, begint hij de democratie op te rollen. Zodra hij een klein beetje zeker wist dat hij stevig in het zadel zat, is hij begonnen met die democratie te verminderen. Ja. Dus als hij eventueel een opvolger moet aanwijzen, misschien is hij achter de schermen, die moet al rondlopen. Nee? Dat is natuurlijk levensgevaarlijk. In dit soort van systemen moet je het open houden. Moet je de suggestie wekken dat misschien wel 16 mensen jou zou kunnen opvolgen. Zodra er een evidente opvolger is, dan is dat ook een evidente bedreiging van jouw plaats en functie. Ja, maar stel dat Poetin morgen vermoord wordt. Wat de kans zit erin met deze oorlog? Die tafels zijn zo ongelooflijk groot dat echt, ik heb al eerder duidelijk gemaakt dat ook als je toevalligerwijs in je schoenzool een pistooltje hebt meegenomen, dat over die afstand krijg je hem niet dood. Maar jij denkt dus niet dat... Ik denk dat hij echt tiptop... Je begrijpt toch wel, die man leeft in een paranoïde universum. Die is altijd bang. Die is altijd staat hij op scherp. Ja. Je moet altijd zorgen dat hij bewaakt wordt. Dat de situatie veilig is. Dat niemand met een wapen van wat voor aard dan ook, aardappelschil, mesje, whatever, in de buurt kan komen. Ja. Maar goed, het kan natuurlijk wel. Ook al hij is vaak in het openbaar nog te zien, relatief gezien. Hoe wou je dat doen? Dat iemand met een scherpschutter of zo, al die dingen die je altijd in die detectivefilms zo ziet. Ja, of dat er een vliegtuigje over vliegt. Heb je nooit opgevallen dat dit soort van lui, ook de Amerikaanse president, dat ook alle daken bewaakt worden? Hè? Kijk dan weer thuis, er zijn wandelen altijd mensen over het dak. Ja. Ja. En het luchtruim? De Amerikaanse president, dat gaat bij hem denk ik nog een stuk strakker. Ik ben ook wel eens van het stoeprand afgeknuppeld in Washington. En je moest tegen de gevel gaan staan. En vervolgens kwam de president voorbij. Ik geloof notabene Obama in zo'n zwarte SUV. En dat zijn drie identieke SUV's die met een enorm tempo door de stad rijden. Je weet niet waar die in zit. Je weet niet waar die in zit. Het kan de voorste zijn, de middelste en de achterste. Ja, ja. Dus een eten wordt geproefd, hè, bij Poetin. Ja, het verbaast me ook niks. Ja. Hoewel,
ja, je gaat, begint meteen te denken, hoe zou ik het aanpakken? Maar dat moeten we maar niet denken, toch? Dan nog eventjes een heel andere vraag. Dat gaat over tot slot de... daar hebben we het vorige week kort over gehad, maar dat was buiten de opname. Volgens mij was het op Texel, waar ze die walvis, die aangespoeld was, hebben laten liggen. En hebben gekeken, wat doet dat nou met de natuur? Ja, hartstikke veel. Ja, je zou er haast aan walvissen voor vangen en dan op het droge gooien om te kijken wat... Want er waren tientallen verschillende torretjes waren er opgedoken. En dan komt dat insecten zo'n fantastische reuk hebben. Zeker die insecten die moeten leven van karkassen. Dus van, laten we zeggen, onderbindende organische materie. Ik heb vast gelezen dat aasvliegen, die kunnen over 40 kilometer afstand de lijk ruiken. Dus ja, die waren er in grote getalen op afgekomen, begreep ik. Dat heel positief gewerkt eigenlijk. Net zo goed als je in bossen natuurlijk ook niet al te veel moet opruimen. Hè? Maar dan moet je omgevallen bomen laten die liggen voor torretjes houteters ga ze maar doen. Met andere woorden, dit moeten we eigenlijk vaker doen. Ja, je moet de natuur is van zichzelf een zootje. Dus dat moet je ook. Je moet het natuurlijk niet altijd netjes willen maken. Ja. De Rijkswaterstaat heeft ook gezegd, we gaan het vaker doen. Hè? We vinden het een goed idee eigenlijk. Ja, mis dat wel. We moeten wel als maar walvissen aanspoelen dan toch? Wat was het er eigenlijk voor een? Geen idee. Maar dat is een behoorlijke exemplaar in ieder geval. Mm. Dat ze daar hebben laten liggen inderdaad, ja. Even kijken. We kunnen dan de volgende keer kunnen we doorpraten over die andere jaren van Rusland. Ja. Moet er nog even, het is een treurige geschiedenis, want eigenlijk de contacten worden steeds slechter en slechter en slechter. Nogmaals, wat op geen enkele wijze een rechtvaardiging is voor wat Poetin tenslotte gedaan heeft, omdat hij natuurlijk ook een crimineel regime heeft opgezet. Ja, ja. Ja, je vraagt je toch af, dat moet toch zo'n iemand zijn in zijn omgeving die op een gegeven moment het zat is en die een keer ingrijpt. Een van die rijke oligarchen. Waarschijnlijk zijn er maar... Ja, ik begreep dat iedereen die enige kritiek had, dat daar meedogenloos mee afgerekend werd. Met vergif. Onder andere. Ja. Hij heeft natuurlijk de gekste dingen gedaan. Ja, precies. In de volgende pot... ook Litvinenko komt natuurlijk ook nog voorbij. Ja. Ja. Wat ook de hele relatie met Engeland blijvend bedorven heeft. Ja, ja. De volgende keer gaan we over Volkswagen onder andere hebben. Ja, de wonderlijkste geschiedenis ter wereld is wel de Volkswagen geschiedenis. Hè? Ja. Dat een autootje wat door Hitler bedacht was en dat zonder Hitler niet zou hebben bestaan, dat vervolgens in de jaren 60 in de Verenigde Staten een symbool wordt van de hippies en de vrolijke jeugd die met de pilletjes en de wietsigaretjes. Dat is toch wel een hele curieuze ontwikkeling. Ja. En dat gaan we opnemen in een Volkswagen busje. Dat komt hier te staan. Voor de deur. Dus, je weet dat die busjes tegenwoordig een vermogen waard zijn. Hè? Vooral als ze raampjes hebben. Ja. Die echte busjes. Die hebben, als ze in goede conditie zijn, ze wel een ton waard of zo. Ja. Wie had dat nou kunnen denken? Er komt dus een origineel busje. Komt er hier staan. De chauffeur komt ook mee. Kijk. Je hebt namelijk laatst een reportage gemaakt voor RTW Utrecht ook weer. Over de Volkswagen. Of het busje. Waarom we dat nou met dat busje deden? Maar dus toen heb ik er ook in gereden. Het rijdt hopeloos. Ja. Vooral omdat natuurlijk ik kom met mijn buik niet dus heel moeilijk tussen de stuur en de stoel komen. Ja. Geen stuurbekrachtiging zit er ook in? Vreselijk. Het rijdt verschrikkelijk. Maar dan moet je weten dat ik in mijn jonge jaren als student heb ik babyspulletjes bezorgd. Het heeft voor de winkel, die heette geloof ik ook het Babyparadijs. En dat was ook een Volkswagen busje. En ja, toen was ik natuurlijk hyperslank. Dus ik heb dat probleem had ik toen niet. Maar ik weet wel, als je nou op de grote weg een vrachtauto passeerde. En er stond een beetje een windje. Hè, dan moest je echt, als je van achter de vrachtauto tevoorschijn kwam, lekker tegensturen. Want dat moet je gewoon met dat ding de weg af. Ja, het was natuurlijk aerodynamisch misschien. Niet waar, was het een idioot product in feite. Ja, ja, en enorm lawaai maakte het ook binnenin. Een ontzaglijke kabaal werkelijk, ja. Ja. De rustig zeggen. Ja. En je zat natuurlijk als bestuurder in de kreukelzone. Hè? Want het was alleen
een blikken stukje voor je. Ja. En die motor hing dus achter de achteras aan de staart van de auto. Het boel veel beroerder had het eigenlijk niet gekund. Ja, dus je gaat er niet in rijden tijdens die opnames? Nee, dat ga ik absoluut niet doen. Want ik vond het niet dat het prettig reed. Ik heb er geen enkel genoegen aan beleefd. Oké, nou goed. Misschien kan die chauffeur ons dan een beetje rondrijden. Ja, waarschijnlijk een heel slank type. Ja, dat vermoed ik wel. Het blijft eigenlijk een hoogst merkwaardige zaak dat de Duitse topfabrikanten, natuurlijk Volkswagen, BMW, Mercedes, Audi. Audi is natuurlijk een deel van het Volkswagen concern op zichzelf. Dat die zich dus door Tesla zo ongekend de kaas van het brood hebben laten eten met elektrische auto's. Hebben ze dat nou toch onderschat, dat veranderingstempo? Dat blijft. Als je denkt dat er een jaar geweest is dat er in Nederland 30.000 van die Tesla 3's verkocht zijn. Een jaar wat geleden. Ja, dat had in principe bezinnen. Die auto heeft dezelfde afmetingen en zo als een BMW uit de 3-serie. Dus ja, dat is eigenlijk ongelooflijk stom. Terwijl ze, die hebben bakken met geld. Die hebben, dat zijn enorme concerns waar miljarden in research worden gestopt. En ja, wat verkopen ze dan? Zo'n Mercedes van, zo'n AMG Mercedes met 750 pk. Hè? Lachwekkende onzin die ze alleen bij de autotijdschriften leuk vinden. Goed, maandag gaan we dat doen, hè? Mm-hmm. Nou, rond 1:30 is die hier, die man. Ja, het leuke van dit ding namelijk is dat het door Pon bedacht is. Dat is het aardige ervan. Ja. Dat is ook de reden dat wij daar iets over gaan zeggen. Ja. Maar verder zullen wij ons normaal objectief kritisch opstellen over Volkswagens. Ja. Ik heb wel mijn rijexamen gedaan in een Volkswagen. En echt gek genoeg, als stadsautootje was de Kever een prima autootje. Schakelde licht, stuurde licht. Ook natuurlijk met zo'n staartlastig motortje achterin. Ook op de winderige grote weg niet ideaal, kun je rustig stellen. Maar het was een ik ben al begonnen. We gaan het maandag doen. Lachwekkende onzin. Voor ons ligt Duitsland. In ons marcheert Duitsland. En hinter ons komt Duitsland. Maarten van Rossum over Hitler. De Joden streefden naar een eigen wereldheerschappij. Ze waren dus een parasitair ras wat in feite die vitaliteit van het volk, in dit geval het Duitse volk, wezenlijk bedreigde. Download het luisterboek via de link in de beschrijving.